Goed, goeiedag, welkom aan iedereen. Dus de bedoeling is dat ik zo wat heel kort zal schetsen hoe de eugenetica zich ontwikkeld heeft. Wanneer dat men het over eugenetica heeft, heeft men het automatisch over een periode dat uiteraard het nazisme of hetgeen wat het nazisme en het racistische denken, het raciologische denken vooraf gaat. Waarom vertel ik dit? Wel, eigenlijk heel simpel. Als men teruggaat, oh, zijn er een aantal problemen? Ja. Ah, kanaal 10. Ook, numero 10. In orde? Oké. Okay. Donc, lorsque... ah, nee. Dus wanneer dat jullie praat over eugenetica, gaat men zich voornamelijk gaan focussen op de 19e eeuw. En voornamelijk dan wanneer het woord ontstaan is. Maar net als altijd ontstaat het woord na het concept. En het concept zelf, of wanneer dat het echt binnen de westerse wereld begint te groeien, heeft men het over het tweede deel van de 19e eeuw. En dus daarom is het belangrijk dat we even terugkijken, even, en dat zal ook heel kort zijn, dat we terugblikken op de eugenetica, hoe dat dit vanaf de tweede helft van de 19e eeuw zich heeft ontwikkeld. Daar zal ik heel kort over blijven. Voornamelijk verwijzend naar één Griekse filosoof, zijnde namelijk Plato. Plato die hij in de Republiek stelde dat het louter de meest aangepaste zijn, en dan had hij het over de kinderen die onder toezicht van de staat opgenomen worden, en die meest aangepaste kinderen, en dan had hij het voornamelijk over die intellectualiteit die die kinderen dan bezitten, mogen zich voortplanten. Dezelfde gedachtegoed vindt men terug bij de Romeinen, waar de pater familias niet het recht had, maar de plicht had binnen zijn familie om de minst gunstige kinderen buiten de stadsmuren te brengen. Dus net als bij, of net als in Athene en bij de Spartanen, heeft men het hier over infanticide, waarbij dat kinderen die niet passen binnen de maatschappij die men wil ziet gevormd worden, die daaruit worden gehaald. Dus dit is zo kort en heel snel door de bocht dat de gedachtegoed van het eugenisme, de eugenetica, vroeger is dan de gedachte in de 19e eeuw. Wanneer men het heeft over eugenetica zelf of eugenese, in het Nederlands vindt men beide woorden terug in de Vandalen, dan heeft men het over de samenstelling van het woord eu, dus in het Grieks goed, en dan genos en gignomai, dus het geboren worden, het goed geboren worden, het goed voortbrengen van het leven. Hetgeen wat volgens wel te verstaan bepaalde standaardvormen op dat ogenblik als goed wordt beschouwd. Uiteraard, op dit ogenblik, wanneer dat eugenese, eugenetica, in omloop zal komen als woord, zit men daadwerkelijk in de 19e eeuw, dus binnen de vooruitgang, de ontdekkingen van de wereld, ontdekkingen van andere talen, ontdekkingen van andere volkeren en dergelijke meer. Dus waarbij dat men ziet dat binnen, algemeen genomen, de geciviliseerde wereld er een onderscheid wordt gemaakt tussen zij die men wil ziet voortgeplant worden en zij nu juist niet. Daar maakt men dan nu ook een onderscheid tussen de positieve en de negatieve eugenetica. Ik zal eerst beginnen met de negatieve eugenetica. Wat houdt deze in? Wel, hoe het woord het zelf zegt. Negatief is namelijk hetgeen wat men niet wil zien. Zijn er namelijk de minst aangepaste binnen een samenleving die men gaat gaan verhinderen zich te gaan voortplanten. Hoe gebeurt dit? Wel, heel simpel. Dit gaat van
verbod op bepaalde huwelijken, segregatie, in een meer extremere vorm sterilisatie, gedwongen sterilisatie en uiteindelijk een woord dat men hier toch moet durven naar voren te brengen en onmiddellijk te zeggen tussen aanhalingstekens euthanasie. Wanneer dat men het over euthanasie heeft, verwijst men in deze context, en daarom wordt eugenetica ook steeds gelinkt met het nazisme, en die Aktion T4, dus de vernietiging van de mentaal en fysisch gehandicapten, waar nog steeds gerefereerd wordt naar euthanasie. Maar opgelet, voornamelijk voor een Belgisch publiek, vergeet men voornamelijk niet dat sinds mei 2002 er officieel en juridisch een wet bestaat op euthanasie. Waarom vertel ik dit? Wel, als men het hier in dit kader heeft over nazi-euthanasie, dan heeft men het regelrecht over moord. Zijn er namelijk doodslag met voorbedachte raden. Dus laat ons daar een groot en toch wel heel significant onderscheid in maken. Dit voor de negatieve euthanasie, dan de positieve, positieve eugenetica, moet men overgaan naar de persoon die het woord, laat ons zeggen, heeft uitgevonden, heeft geïntroduceerd. En gebeurt namelijk binnen, laat ons zeggen, wat toen een heel belangrijk onderdeel was, toch op mondiaal vlak, zijn er namelijk het Brits Imperium. Die Britten, de Britse intellectualiteit, gingen daar dan ook over dat zij zoveel procent, een enorm groot procent van de wereld uiteindelijk beheersen. Gaat het er dan om dat al hun onderdanen gelijkwaardig zijn? Uiteraard niet. Dit dringt ook de meer intellectuele wereld binnen. En het is Francis Galton die in 1883 met het woord eugenics komt. Wat uiteindelijk eugenics dan betekent, is hetgeen wat Galton in het begin doet, is de positieve eugenetica. Hij houdt zich in zijn werk niet bezig met de negatieve eugenetica. Het positieve betekent namelijk, de hoge Britse sociëteit dient zich nu net voor te planten. Het zijn zij die voor die intellectualiteit moet zorgen en daar ook voor in staat. Hier in het boek zelf, dus wanneer dat hij het woord voor het eerst introduceert, Inquiries into Human Faculty and Its Development, vergeet voornamelijk niet dat de eerste poging tot die eugenetica gevormd wordt, niet vanuit biologisch standpunt, maar vanuit mathematisch standpunt, zijn er namelijk de statistieken zelf. Wat geeft hij daar namelijk aan? Dus voor het woord eugenics, that is, with question bearing on what termed in Greek, eugenis, namely good in stock, hereditary endowed with noble qualities. Dus het zijn, in goed voorraad zijnde, erfelijk begiftigde eigenschappen met nobele standpunten. Dus zo wordt in het begin die eugenetica ook voorgesteld. Later zal hij dan ook, nu dit komt, het citaat dat men hier ziet, komt in het boek voor als voetnoot. Voetnoot dus nog niet als definitie zelf. Het is pas veel later, in Memories of My Life, dat Galton voor het eerst de definitie weergeeft van wat eugenics betekent. Dus the study of agencies under social control that may improve or impair the racial qualities of future generations, either physically or mentally. Dus de studie van instanties, allerhande zaken, vergeet niet, hij is mathematicus, onder sociale controle, dus daar trekt hij uiteraard
dan baat die wetenschappelijke wereld evenzeer de politieke wereld naar zich, die de raciale kwaliteiten van toekomstige generaties kunnen verbeteren of verminderen. Uiteraard zij die dan niet in aanmerking komen om zich voor te planten, zowel fysisch als mentaal. Dus dat is de definitie als men het heeft over wat is eugenetica. Daar vindt men het ook terug. Nu, de eerste benadering die men zou kunnen geven bij Galton, vergeet vooral niet dat hij een neef was van niemand minder dan Charles Darwin. En het is ook met enorm veel interesse dat hij opkeek naar de studies van The Origin of Species by Means of Natural Selection. Kijkt voornamelijk dan naar de ondertitel Or the Preservation of Favorite Races in the Struggle for Life. Daar krijgt men dan de twee standpunten terug. De origine zelf en wat is namelijk het meest aangepast om zich voor te planten. Dat is namelijk hetgeen wat het Darwinisme wordt genoemd. Hierbij hetgeen wat meestal Darwin wordt toegeschreven, maar wat onterecht is, het is aan de persoon rechts, Herbert Spencer, dat struggle for life werd naar voren gebracht. Struggle for life, het vechten om in leven blijven. Hier heeft men het over iets puur, laat ons zeggen, wetenschappelijk. Hetgeen wat Darwin deed, zijn namelijk zaken gaan vergelijken, verbanden leggen en dergelijke meer. Hetgeen wat zijn neef heeft gedaan, en dat is dan ook de nieuwe wetenschap die is ontstaan, is deze vorm van Darwinisme gaan verbinden met de politiek. Zijn er namelijk het sociaal Darwinisme. Nu, dat sociaal Darwinisme wordt nu, of als men eraan denkt, in een collectief geheugen gelinkt aan Nazi-Duitsland, de atrociteiten, en heeft men het onmiddellijk over experimenten die gedaan werden in Auschwitz. Wel, de zaken staan er helemaal anders voor. Vele Europese landen, laat ons vooral niet Zweden vergeten, Australië, maar tevens de Verenigde Staten, hadden een enorme grote inbreng binnen dat eugenetisch denken. Dat eugenetisch denken dat zich heeft ontwikkeld. Nu, hier ziet u dan die eugenics buildings die werden opgericht. Op het volgende plannetje laat ik jullie zien de staten waar men die eugenetica heeft omgezet in een daadwerkelijk politiek programma, zijn er namelijk sterilisatie. Rechts ziet u dan de gedachtegoed die dan meer op raciaal vlak, en men heeft het zelf niet meer op raciologisch, maar op raciaal vlak, some people are born to be a burden on the rest. Ziet u, dus de gedachte is van, hier gaat men naar niet hetgeen wat Galton in het begin heeft voorgesteld, zijn er namelijk de meest aangepaste die zich mogen voortplanten. Nee, hier gaat het om van zij die het minst aangepast zijn, die een last vormen tot. Hier ziet u dan het plan. Dus hetgeen wat schuin doorstreept werd, zijn dus de staten waar sterilisatie doorgevoerd werden. En hier heeft men het over het jaar 1935. Laat ons voornamelijk niet vergeten, want met de volgende persoon krijgt men dan namelijk de stap van de Verenigde Staten, waar het daadwerkelijk in grote mate al was uitgelijnd, dat de meeste van de universiteiten en laat ons zeggen de intellectualiteit binnen de universiteiten van de Verenigde Staten werd niet in het Engels onderwezen, maar in het Duits. Dus het Duits was de taal van de intellectualiteit. Het is via Ernst Haeckel dat namelijk die gedachtegoed van dat Darwinisme
Hier heeft men het daadwerkelijk over de ideeën van de evolutietheorie. En in de jaren 70 van de 19e eeuw zal de stap gezet worden door Darwin van binnen de schakel van evolutie, hoe past de mens daarbinnen? En dan gaat het erom, ja, ook de mens stamt af van. Die gedachtegoed geeft dus naar voor, ten eerste, dat men binnen een judeo-christelijke wereld het creationisme tegen ja, het Darwinisme krijgt, de evolutietheorie. Maar ten tweede krijgt men te maken met die nieuwe opening van de wetenschappelijkheid. Het is via de wetenschappen dat men vooruitkomt. Nu, met Haeckel wordt namelijk dat Darwinisme naar voren gebracht. Dit wordt binnen de wereld zelf van, laat ons zeggen, een land dat uit zoveel identiteiten bestaat, naar voren gebracht of vertaald, laat ons het meer zo zeggen, vertaald politiek gesproken dan, naar hetgeen wat in het Duits rassenhygiëne wordt genoemd. Dus de hygiëne binnen de rassen zelf. Ja. En hier ziet men dan links zijn oorspronkelijk boek. En rechts ziet men dan evenzeer door diezelfde pleuts hoe dat de, laat ons zeggen, verhindering van de zwakken ja, gefavoriseerd kan worden. Men moet zien dat die zwakkeren binnen de maatschappij verhinderd worden zich voor te planten. Nu, dit zal in, uiteraard heeft men een heel belangrijk hoofdstuk dat hier moet herinnerd worden, is namelijk de Eerste Wereldoorlog en het einde van de Eerste Wereldoorlog zijn er namelijk de ondergang van het keizerrijk. Het Duitse volk heeft verloren, maar wat heeft dit op raciale vlak teweeggebracht? De dappere, de meest dappere zijn gesneuveld aan het front. Nu zit men met een Duitsland bestaande uit zwakkeren. Dat is de gedachte die leeft, die heerst. Vandaaruit in 1921 wordt dan ook die grondlagen gelegd voor de menselijke erfelijkheidsleer en wederom daarbij de rassenhygiëne. Met voornaamste persoon ziet u daar links Eugen Fischer, die heel belangrijk en een heel belangrijk aandeel zal spelen binnen dat Duitsland tijdens het interbellum. Nu, een persoon die uiteraard daar ook op speelt en die via die Haeckel diezelfde ideeën overneemt, is Hitler in Mein Kampf. Praat hij heel duidelijk over die eugenetica, of niet meer eugenetica, maar rassenhygiëne. Wat schrijft hij? Hij grijpt terug naar de antiquiteit. Sparta moet worden beschouwd als de eerste völkisch staat. Dus het is een typisch racistische term die wordt binnengebracht binnen dat Sparta. Het völkisch zijn er namelijk het puur Duitse. De blootstelling van de zieke, zwakke, misvormde kinderen, kortom, zij die vernietigd moeten worden, was meer fatsoenlijk. Dus hij heeft het over het fatsoen dat moet nagestreefd worden, in de waarheid duizendmaal menselijker dan de ellendige krankzinnigheid van onze tijd. Dus hij zegt heel duidelijk, wat de Spartanen deden, was duidelijker. Nu, dit wordt dan verder ook in de jaren 20 uitgebouwd met het Max Planck Instituut, dat het na de oorlog zal worden. Tijdens dan het interbellum werd het Kaiser Wilhelm Instituut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugeniek. Weer eens die eugenetica het vooruitstreven. Van daaruit wordt dan onderzoek gedaan, empirisch onderzoek, door onder andere de craniometrie. Waarbij dat dus het, de schedel afstand
afstanden worden opgemeten, vergeleken en die dan in tabellen worden weergebracht om te zien binnen welk ras behoort wie. Opgelet, dit zal ook voortgaan in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld het boek van Madison Grant, die dus niet minder dan 27 rassen naar voren brengt. Nu, die craniometrie is één ding, dus het gaan bepalen van wat is het ras. Anderzijds wordt dan, sinds Hitler aan de macht komt, in januari 1933, onmiddellijk overgegaan tot hoe nu verhinderen van hetgeen wat men niet wil zien. En dat gebeurt op 14 juli 1933. Dus ziet u, we zijn pas 6 maanden na dat Hitler de macht heeft overgenomen, komt er namelijk de wet op de verhindering van de erfzieken. Rechts ziet u hoe het is verschenen en links ziet u een beeldopname van een film, een propagandafilm dat werd gemaakt zelf voor artsen. Nu, ik heb er het minst chockerende beeld uitgekozen, want hierna ziet men hoe dat bijvoorbeeld een chirurgische ingreep moet plaatsgrijpen om de teelbal open te snijden en de persoon dus steriel te maken. Dus dit is wat meegegeven werd aan SS-artsen en SS-artsen in opleiding. Van daaruit, enkele jaren later, dus heel beroemd met de Nuremberg-wetten, zal dus niet alleen bepaald worden, heel bekend, wie Jood is, maar tevens wordt dan ook de wet gebracht op ten eerste de Rijksburgers, ja, ander deel, en dit gedeelte hier, de bescherming van het Duitse bloed en de Duitse eer. Voornamelijk uitgewerkt door dokter Willem Stuckart, die men hier ziet, en die onder andere heeft deelgenomen aan de Wannsee-conferentie. Zijn er namelijk over wie is nu Mischlingen? Ja, laat ons zeggen de grijze zone. Waar gaat het om? Met die Duitse eer en bescherming van het bloed, ja, gaat het erom ten eerste, Duitsland is, kwestie van oppervlakte, te klein. Het is een volk zonder ruimte. Dit ten eerste. Maar evenzeer, zonder ruimte, maar wie vult die ruimte? Van daaruit, en hier heb ik het alleen maar over pure propaganda, gaat het namelijk 4 versus 2. Een zwakzinnig koppel produceert gemiddeld 4 kinderen. Goed opgeleide 2 kinderen. Dat is de gedachtegoed die gegeven wordt. Waarbij dat, en dat ziet men dan rechts, wie draait erop voor die zwakzinnige binnen de samenleving? Wel, de goed opgeleide. Dat is de gedachtegoed die gegeven wordt en de last die meegegeven wordt. Want het is sinds september 1935 dat Hitler voor de eerste keer zegt: ik wens mij te ontdoen van de meest zwakzinnige binnen de Duitse samenleving vanaf dat er een oorlog uitbreekt. Van hieruit gaat dit dan voordat binnen de Duitse samenleving, en dan heeft men het niet over een antisemitisme of tegen het Jodendom, maar binnen de Duitse maatschappij zelf, hier bijvoorbeeld met een tentoonstelling, en denk gewoon aan Arno Breker, die moest voorstellen hoe dat de Ariër, de Duitse Germaan, eruit ziet. Hier ziet men een tentoonstelling van links 2 mensen en rechts 2 Untermenschen. Hetgeen wat uiteindelijk dan zal bepaald worden, wat niet het recht heeft om geleefd te worden. En daar gaat het dan om. 2 zaken. Wat wilt men? En daar komt dan de vrouw naar voren. De gedachte of de propaganda die meegegeven werd is: Duitse vrouw, schenk dein Führer ein Kind. Ja? Dus Duitse vrouw, doe maar 1 ding. Schenk de Führer een kind. Anderzijds moet die Duitse vrouw, die die eer in zich draagt, in dat bloed, rechts dan, Duitse vrouw, ja, halt dein Blut rein. Dus
Het gaat hier echt over die mythe, die bloedreinheid en het meest favorabele naar voren kunnen brengen. Nu, die kinderen zelf zullen opgebracht worden in hetgeen wat men kent met die levensboon. Dus waarbij dat, ja, kinderen, daar zijn beelden van, waarbij dat, ja, mensen die, of mannen die raciaal gesproken naar voren kwamen en de meest begunstigde waren, die zich mochten voortplanten. En hier ziet men dan van zo'n levensboom, waarbij dat België ook niet moet onderdoen. Laat ons bijvoorbeeld denken aan Wegimont, het kasteel dat daar is, dat gebruikt werd. Maar ten laatste dan ook gaat het erom dat men moet kunnen gaan verhinderen. En het is met deze verhindering dat ik wens te eindigen. Die SS-artsen, hier ziet men dan SS-artsen in opleiding, die dus die, laat ons zeggen, academische, pseudo-raciale gedachtegoed meekrijgen van wat is nu mijn taak binnen het geheel. Ten eerste, hoe verhinder ik en hoe kan ik bijdragen tot? Goed. Ik dank u voor uw aandacht.